Sinterklaas is inmiddels alweer het land uit, maar voor deze mensen achter mij is het feest nog lang niet voorbij. Vandaag is het namelijk 6 december en dat betekent brokkendag bij deze chocolaterie. De brokkendag is dit jaar voor de 59ste keer, dus volgend jaar 60 keer. Hè? Ja, en waarom is de brokkendag? Wat is de reden? Nou, de reden is dat wij na Sinterklaas ook Sinterklaas willen afsluiten. En dan ook alles wat wij nog over hebben aanbieden voor een heel aantrekkelijke prijs. Ik pin je vanaf 9:10. 8:45, 9:10. Ja. Dat valt nog mee. En toen, hoe lang was de rij toen ongeveer? Stond er waren zo'n 37 personen voor me. 37 zoete kouwen. De regen maakt allemaal niet uit. Dit is echt, je moet er wel per se deze chocola hebben. Ja, ik wel. Ik ben pas 10 minuten geleden gekomen. Dus ik heb denk niet zo erg vandaag. Het is een traditie. Ik sta voor de chocola, de marsepein, de suikergoed. Noem maar op, kijk maar. Zo'n heel lijstje. Vooral de eerste 50, dat zijn altijd hetzelfde groepje een beetje. Die kennen elkaar ook allemaal alleen maar van de brokkendag. En dat is altijd heel veel gezelligheid. En zo begin december nemen de vrienden weer contact met me op. Dan moet ik een heel lijstje voor iedereen meenemen. En die zie ik dan weer ieder jaar, net zoals hun. Want u ziet ook elk jaar weer dezelfde mensen die weer... Ja hoor, zeker. Ah, het zijn allemaal vrienden, het is één grote familie. He, toch? Eén grote familie, ja. Staan jullie hier ook elk jaar? Nee, ik sta hier voor het eerst voor haar. Dus ja, jij staat hier wel elk jaar? Nee, dit is de eerste keer. Echt de eerste keer? Ja. En dan dus niet echt voor traditie, maar echt voor de chocola? Ja, misschien wordt het een traditie. En ik hoorde ergens dat de eerste klant hier al om 3:30 voor de deur stond vanochtend. 4:15, dat klopt, ja. En die hebben we ook beloond met een waardebon van elke week 10 euro chocola. Dus waarom leken jullie leuk om hierheen te gaan dan? Hele lekkere chocola. Deze chocola is de beste die je kunt krijgen in Arnhem en omstreken.